Finlandese alleen een beetje in stijl. Helemaal een beetje, ja. Vandaag, één keer per maand hebben Marieke en ik een uitje om samen wat te gaan doen. Mijn ouders die zijn op te passen. En we gaan een Oktoberfest in Mönchengladbach. Let's go! Let's go! Hoi, dat is. Kom. Even de weg vragen. We zijn dus in de Taco beland. Een van Marieke's favoriete winkels. Dus we zijn nogal even zoet hier. Ben ik bang. Vind je hier wat? Vind je wel leuk? Ja? Maar dat is wel lekker dik, hè? Ja, dan moet je wat aan doen. Maar dat is iets voor de zomer. Is goed, dan zie ik je zo wel. Tot dadelijk. Nou, we gaan eens maar eens even kijken waar het ergens is. Dat ze even lekker in de winkel hangen. Uren. Dikke bak. Dikke Ferrari. Nou, we gaan eens kijken waar we in de kerk gaan. Ik had wel leuke kleren voor jullie gezien, maar ja, ik denk dat we misschien toch nog even moeten wachten. Misschien krijg ik nog kortingsdingen, bonnen. En, hoe was het? Er was nu niks te doen. We zijn helemaal niet open, volgens mij. Oh, hoe laat begint het dan? Ja, dat weet ik niet. Er stond geen tijd of niks bij. Het is allemaal dicht. Het was allemaal dicht, hè. Is het dan, vanavond of zo, volgens mij. Pas. Ik weet het ook niet. Ik dacht, dat is een hele bombarie zonder mee, maar... Kijk, dit vond ik wel leuk. Lekker warm. Dat is een knuffeltrui. Ja. Nou, wij dachten dus gewoon naar Mönchengladbach centrum te gaan, maar waar blijkt dus nog 20 minuten rijden te zijn. 20? Ja, 20 toch? Nee. Wat zeg maar. Dat was echt 20 minuten rijden. Om te parkeren. Rieke is even betalen. En gaan we eens kijken wat Mönchengladbach te bieden. Winkel nummer 1. Meer een winkel wat bij ons in de buurt ook ligt. Winkel nummer 2. Ooh.
kleine update. Winkels gaat wel vrij snel in en uit. We gaan eens even een lekker hapje eten. Het is inmiddels al bijna 6 uur. En daarna zien we wel. We best zeker doen.